In deze presentatie zal ik het hebben over de ontwikkeling van een counselinginterventie en wat we precies doen in deze interventie om HIV-positieve cliënten te steunen in hun veilig vrij gedrag. We noemen die interventie KISS en dat staat voor condom, is safe and simple, maar ook voor computergesteunde interventie voor safer sex. De interventieontwikkeling en ook de evaluatie ervan gebeuren momenteel in het kader van een Europees Public Health project. En dat project noemt Eurosupport 6 en het is gesteund door de Europese Commissie. 10 Europese partners, en dat zijn meestal HIV-centra's, maar ook gemeenschapsorganisaties die op vlak van HIV bezig zijn, zijn onze partner in dit project. Voorafgaand aan de interventieontwikkeling hebben we in een Europese studie, en dat was Eurosupport 5, de noden en behoeften van HIV-positieve cliënten ten opzichte van hun seksuele en reproductieve gezondheid in kaart gebracht. In een anonieme bevraging met meer dan 1500 HIV-positieve cliënten uit toen 14 Europese landen stellen we vast dat bijna een derde nood had aan anticonceptie en meer dan 40% nog een kinderwens had. Op het vlak van preventie gaf ook bijna een derde aan dat ze minstens 1 keer onbeschermd seksueel contact hadden gehad tijdens de laatste 6 maanden. Daarnaast bevroegen we ook de hulpverleners. Hoe keken zij aan tegen de seksuele en reproductieve dienstverlening aan HIV-positieve personen? We deden dit met een mixed method approach. Dus een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methodieken. Zo organiseerden we 37 focusgroepen, 20 diepte-interviews en ook een online bevraging van hulpverleners. En hier kwamen 2 belangrijke resultaten naar voren. In de deelnemende Europese landen werden geen op evidentie gebaseerde counseling tools gebruikt en meestal stond ook een biomedische aanpak centraal, wat dan eigenlijk weinig ruimte geeft voor een reflectie met cliënten over hun motivatie om al dan niet veilig te vrijen. De doelstelling van het huidige project Eurosupport 6 was dan ook de seksuele en reproductieve gezondheid van mensen met HIV te verbeteren, door hulpverleners een counseling tool ter beschikking te stellen waarmee ze deze onderwerpen bespreekbaar kunnen maken. Aangezien mannen die seks hebben met mannen, dus MSM, en migranten die afkomstig zijn uit regio's met een verhoogde HIV-prevalentie, de 2 groepen zijn die door HIV meest betroffen zijn, richt zich deze positieve preventie-interventie dus aan deze 2 doelgroepen, aan MSM en aan vrouwen en mannen die afkomstig zijn van etnische minderheden. Onderzoek heeft aangetoond dat gedragsverandering meestal beter lukt als de interventie theoretisch goed onderbouwd is. Dat was voor ons dan ook een reden om de counseling-interventie met middel van een planmatig aanpak te ontwikkelen en we werkten met een health promotion planning tool, de zogenaamde intervention mapping method. Deze methode houdt in dat de interventie conceptmatig ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd wordt en dat ze als een eerste stap op een behoeftemeting gebaseerd is waarover ik het net had. Die interventie zelf is dan ook op 3 empirisch getoetste gedragstheorieën opgebouwd. Ten eerste op het Information Motivation Behavioral Skills Model, dat aangeeft dat niet alleen informatie en kennis, maar ook motivatie en vaardigheden bepalen of een specifiek gedrag zal worden toegepast of niet. Dan is ook de Stages of Change theorie een element waarmee we werken. Deze theorie geeft aan hoe mensen hun gedrag veranderen. Dat wil zeggen welke stappen ze tijdens een gedragsverandering eigenlijk doorlopen en de motivatie speelt hierin een centrale rol. En tenslotte hebben we ook de Dual Process Theory of Change gebruikt. Dit is een theorie die ons beter helpt te begrijpen waarom kennis en vaardigheden alleen vaak niet voldoende zijn om gedrag blijvend te veranderen. De meeste gedragstheorieën zijn erg cognitief georiënteerd. Dat wil zeggen, ze gaan ervan uit dat we beslissingen als rationale wezen nemen
en eigenlijk een soort balans opmaken tussen kosten en baten van ons gedrag. Maar intuïtief en ook uit onze eigen ervaring weten we dat deze theorieën risicogedrag en dan vooral seksueel risicogedrag ook maar gedeeltelijk kunnen verklaren. Langs de ene kant is de context en de situatie waarin risicogedrag gebeurt erg belangrijk. En langs de andere kant kunnen we ons soms erg irrationeel gedragen en tegen beter weten in beslissingen nemen, zoals onveilig vrijen bijvoorbeeld, waarvan we achteraf vaak ook spijt kunnen hebben. Hersenonderzoek heeft dan ook uitgewezen dat ons denken via twee verschillende systemen afloopt, wat met verschillende hersenregio's te maken heeft. Zo worden gevoelsmatige beslissingen op een veel snellere manier, vooral in de oudere hersenregio's, genomen. Dat is dan vooral het limbische systeem, waar emotie en motivatie zit, terwijl rationele beslissingen op een langzamere manier in de prefrontale cortex genomen worden. Dit principe van het zogenaamde System 1, System 2 thinking, dus eigenlijk het snelle versus het langzame denken, komt eigenlijk voor een stuk overeen met bewuste en onbewuste processen. En vooral de onbewuste processen blijken wel een belangrijke rol te spelen bij het nemen van seksuele beslissingen. Waarom is dan juist deze theorie voor de kiesinterventie zo belangrijk? We gebruiken deze theorie niet enkel als een bijkomend puzzelstuk om gedrag te kunnen verklaren, maar ook om cliënten in hun nieuw gedrag te steunen. Belangrijk is hierbij wel dat cliënten gevoelsmatig een stuk dichter bij de situatie komen waarin onveilig gedrag gebeurt, om zich deze patronen tijdens de counselingsituatie bewust te maken. Een herkenbaar videomateriaal dat nogal vrij intieme seksuele situaties toont, leek ons hiervoor een mogelijke oplossing. We hebben dan ook videomateriaal geproduceerd dat zo goed als mogelijk zal moeten aansluiten bij de bekende barrières die we in het behoefteonderzoek en op basis van klinische ervaring geïdentificeerd hebben. Dit helpt om de persoonlijke barrières te benoemen, om oplossingen te kunnen bedenken en deze in te oefenen, zodat ze een nieuw gedrag kunnen vormen. Door het gebruik van expliciet beeldmateriaal in onze interventie willen we een beter samenspel tussen mind, heart en body bereiken. Uiteindelijk kunnen daardoor nieuwe mentale beelden opgebouwd worden. Rolmodellen en persoonlijke verhalen spreken het affectief-emotionele niveau aan, bijvoorbeeld wat men dan in een videoclip ziet, terwijl de discussie over mogelijke oplossingen en over duidelijke doelstellingen op een rationaal niveau gevoerd wordt. De gesprekstechnieken die we voor de kies gebruiken zijn ook zoveel als mogelijk op evidentie gebaseerd. De counselors die in het kader van de huidige evaluatiestudie met de kies werken, hebben al een vorming gekregen over de technische aspecten van de kies, maar ook over motivationele gespreksvoering. Als we met de kies werken, gaan we niet in eerste instantie ervan uit dat de cliënt weerstand tegen verandering zal opbrengen, maar we proberen eerder te focussen op wat dan wel verandering teweeg kan brengen. Dus in wat we change talk noemen, bespreken we met de cliënt bijvoorbeeld de persoonlijke voordelen van verandering, wat hij of zij denkt dat verandering kan uitlokken en wat de cliënt zelf verzekerder kan maken ten opzichte van het nieuw gedrag. Dat wil zeggen dat de rol van de counselor faciliterend is en dat hij of zij wel overzicht en controle over het counselingproces moet houden, de structuur moet aangeven, bijvoorbeeld door doorvragen, door terugkoppelen, maar ook door het voorstellen van bepaalde videofragmenten en eventueel ook zelfs het geven van huiswerk. In die zin zeggen we dat de kies user-driven is, but facilitator-guided. De bedoeling is dat de counselor op een eerder non-directieve, empathische manier support geeft, zodat de cliënt zijn eigen weg tot veilig vrij kan vinden en afhankelijk waarvan een cliënt zich bevindt in het veranderingsproces, als we dan bijvoorbeeld naar de grafiek kijken,
en naar de verschillende fases, dan zullen die interventies van de counselor ook verschillen. De KIS bestaat uit 3 sessies of 3 modules. En in de eerste sessie willen we samen met de cliënt het probleem ten opzichte van safer sex en veilig vrijen en waarin dit probleem zich situeert beter begrijpen. Dit is enkel mogelijk als we de hele persoon zien. De eerste KIS-sessie noemt dan ook Wie ben ik? En geeft een keuzemenu van verschillende mogelijke gedragsbarrières, waarbij de focus vooral op emoties komt te liggen. De doelstelling in deze eerste sessie is samen met de cliënt te begrijpen wie hij of zij is, wat veilig vrijen of onveilig vrijen voor hem of voor haar betekent en wat de persoonlijke barrières zijn. In de tweede sessie, die we noemen Omgaan met, ligt de focus dan vooral op mogelijke oplossingen. De doelstelling is het dan ook om veilig vrijen en condoomgebruik zo simpel als mogelijk te maken. Samen met de cliënt gaan we de individuele doelstelling identificeren en nadenken over oplossingen die dan gebaseerd zijn op de persoonlijke barrières en ook de persoonlijke resources die we in de eerste sessie besproken hebben. Ook hiervoor hebben we weer een keuzemenu ontwikkeld, waaruit verschillende manieren getoond worden over hoe andere mensen ermee omgaan. Deze sessie Omgaan met werkt ook gedeeltelijk met videoclips, maar ook met informatie op slideshows en ander materiaal. Deze zijn ook geschikt om ze als huiswerk mee te geven en in de daaropvolgende sessie terug met de counselor te bespreken. In de derde en laatste sessie, die noemt een plan maken, wordt de focus op het opstellen van een persoonlijke stappenplan gelegd. We willen samen met de cliënt de concrete stappen vastleggen om zijn of haar doel te bereiken. De cliënt zal de sessie verlaten met een zo concreet als mogelijk idee van wat te doen, hoe en wanneer om veilig vrijen te kunnen bereiken. De stappenplan moet natuurlijk passen bij de concrete situatie van de cliënt of de cliënte en moet een goed link hebben met sessie 1 en 2. Dus al die informatie die we in de eerste 2 sessies hebben besproken, gaat in die plan verwerkt worden. De stappenplan kan worden opgesteld met een speciale software die we ook op de DVD hebben opgeslaan, waarop de KIS-interventie verwerkt is. Maar ze kan ook gewoon op papier opgeschreven worden en aan de cliënt worden meegegeven. Ik wil nu even 2 praktijkvoorbeelden tonen. De eerste casus gaat over cliënt A. Hij is 51 jaar en is sinds 18 jaar HIV-positief. Hij neemt HIV-remmers en zijn virale lading is tegenwoordig en al een tijdje ondetecteerbaar. Zijn vaste partner is HIV-negatief en heeft wel af en toe ook andere partners waarover in de relatie echter weinig gepraat wordt. Het probleem met betrekking tot veilig vrijen dat zich voordoet, is voor A eigenlijk dat zijn partner in de vaste relatie echter nooit condooms wil gebruiken. Hij test wel regelmatig op HIV en is tot nog toe altijd HIV-negatief geweest, wat voor hem dan ook een bevestiging is dat een condoom gebruiken eigenlijk niet hoeft. En na aanvoelen voor A praten ze er eigenlijk heel weinig over veilig vrijen en ook over de betekenis van seks in de relatie in het algemeen. That night we stayed together. Our relationship continued with safe sex for ages, but meanwhile, well, I think to be honest, he was having problems keeping a hard-on with condoms. But that's not what he said. I really love you. I love your smell. I love your skin and hey. I want to have real sex. Just once, for God's sakes. Real? Yes. Please, Richard.
Don't spoil it for us. Let it be my decision. De situatie die we in het clipje gezien hebben en ook het schuldgevoel van Richard was voor cliënt A erg goed herkenbaar. Hij was dan ook erg gemotiveerd om zijn partner niet te besmetten en ook zelf niet met andere SOA's besmet te geraken. Tijdens de counseling sessies voelde hij zich aangemoedigd om dit samen met zijn partner her te bekijken, dus ook samen als een soort huiswerk dat clipje te bekijken. En ze begonnen ook binnen de relatie terug met condooms te experimenteren. Zijn voornemen was dan ook met zijn vast partner te proberen condooms consistent te gebruiken, maar ook het kader waarin dit gebeurt bespreekbaar te maken. Dus bijvoorbeeld afspraken over andere relaties duidelijk te maken en eigenlijk terug ook meer te communiceren over wat seks binnen hun relatie betekent. De tweede casus gaat over cliënte B. B is een jonge Afrikaanse vrouw, migrante, die sinds 7 jaar weet dat ze HIV-positief is. En ook zij staat op behandeling en deze werkt goed. Haar vaste partner is ook HIV-negatief. Hij is veel op reis en onze cliënte vermoedt dat hij niet altijd monogaam is. Maar echt besproken wordt dat ook niet binnen de relatie. Voor haar is het vrij moeilijk om seks zonder condoom te hebben. Haar voor haar zou dan liever zijn helemaal geen seks te hebben, maar dat zou op lange termijn moeilijk vol te houden zijn. But my Luke, well, he is no soldier. He's just my man. And I know exactly how he wants it. And I'm completely happy to give him that. But when it comes to the female condom, there is no arguing. I say, this is my body. And if you don't want to cover him up, if you have a problem with that, well, hey. But when it comes to me, well, I choose. It opens up like this. Really generous. So all parts of my flower like it. It takes care of the ins and outs, if you know what I mean. Do you want to know what Luke says? Het voorbeeld van Lily heeft cliënte B aangemoedigd wat sterker in haar schoenen te staan, omdat het bij haar normen en waarden hoort om tegen de verspreiding van HIV in te gaan, is ze erg gemotiveerd om ook in haar eigen relatie haar partner te willen beschermen. Ze neemt zich voor het eerst met het vrouwencondoom te oefenen en dan met haar partner dit ook daadwerkelijk te gebruiken. Het zal voor haar ook een opening kunnen zijn om over seks in de relatie te praten. Dit is een voorbeeld van zo'n stappenplan die we in de derde sessie opstellen, wat ook aan de cliënt wordt meegegeven. Het kan voor hem of haar een geheugensteuntje zijn en ook zoals een voorschrift vaak gebruikt wordt, echt iets waarmee hij of zij te werk kan gaan. De KIS wordt momenteel in het kader van een implementatiestudie uitgetest. We vergelijken een interventiegroep, dus een groep van cliënten die de counseling met het KIS-materiaal krijgt, met een controlegroep die de standaardzorg krijgt. Momenteel zijn iets meer dan 200 participanten in deze studie opgenomen. De eerste ervaringen zijn gemengd. De recrutering verloopt moeilijker dan verwacht, waarvoor een veeltal redenen kunnen worden aangegeven die zowel op individueel vlak als met contextuele factoren te maken hebben. Maar cliënten die wel meedoen aan de studie zijn meestal tevreden over de interventie.
De videofragmenten zijn voor hun vaak herkenbaar, maar zeker niet altijd en ook niet voor iedereen. Maar zelfs als dat niet zo is, helpt het om moeilijke situaties bespreekbaar te maken. Hoeveel van het materiaal effectief gebruikt wordt, is dan meestal ook de gezamenlijke keuze van de cliënt en de counselor. Ook het huiswerk en het real-life beoefenen van technieken die in de sessies besproken werden, worden van de meeste cliënten als positief ervaren. Om af te sluiten wil ik nog even mijn conclusies meegeven. We moeten natuurlijk de effectiviteit van de interventie afwachten om te zien hoe we met deze interventie in staat zijn om cliënten in hun veilig vrij gedrag te steunen. Als de effectiviteit van de KIS aangetoond wordt, zouden we de interventie ter beschikking stellen, maar ook voor nog een bredere waaier van situaties en problematieken kunnen toepassen, wat in het context van een studie moeilijker ligt. Bijvoorbeeld voor sessies met koppels, om op de relationele context en de paardynamiek te focussen. Of voor andere gedragsmatige doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor disclosure of omgaan met seksuele problemen of andere onderwerpen die in het videomateriaal ook getoond en aangesproken worden. Verder lijkt ons ook een follow-up sessie belangrijk om te zien hoe goed eigenlijk zo'n stappenplan effectief werkt en waar nodig samen met de cliënt bij te sturen. Op basis van de studieresultaten zullen we de KIS-interventie nog verbeteren en we zullen het project afsluiten met een vorming op basis van een training en resource package dat we momenteel bij elkaar steken. En er zal in februari 2013 een afsluitend vormingsmoment georganiseerd worden. De tools zullen dan online beschikbaar gemaakt worden. Ten slotte wil ik alle partners van de studie bedanken die hier opgeleist zijn, maar zeker in eerste instantie vooral de cliënten die aan de studie hebben meegewerkt en nog meewerken. En ook jullie wil ik bedanken om te luisteren. Mochten jullie vragen hebben, neem dan gerust contact op met mij. Mijn e-mail staat hier op dit slide. Dank u.